Mijn naam is Jelle Jolles. Ik ben emeritus hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ik heb een heel aantal jaar gewerkt op het gebied van jeugdigen, kinderen, leerlingen en hun ontplooiing en wat ze in het onderwijs doen en wat je thuis als ouders daaraan kunt doen. Veel ouders hebben wat zorgen over hun tienerkinderen en ook in het onderwijs is het kommer en kwel. Al dus vele berichten die erover in de krant te lezen zijn. Onze leerlingen presteren niet zo goed als ze zouden willen, hun motivatie laten wensen over. Ze maken soms domme fouten en ze zijn vaak lastig. Toch is het in de tienertijd niet alleen gekenmerkt door die kommer en kwel. Het gaat veel eer om kansen en mogelijkheden. Want de overgrote meerderheid van de lastige tieners van nu is straks degene die oplossingen vindt voor het klimaatprobleem, die een bekwame verpleegkundige wordt. Die bestuurlijke gave heeft of een fijne ouder of leraar wordt. Dus kansen en mogelijkheden. Die betekent dat we van onze leerling, ons tienerende kind, de gebruiksaanwijzing moeten kennen. En dat we wat anders zouden moeten kijken. Dus als we onze attitude veranderen, onze houding veranderen. en herkennen dat hij of zij nog werk in uitvoering is. dan zijn we op de goede weg. Nu kort over wat u te verwachten hebt. Deze online lezing is gebaseerd op mijn boek Leer je kind kennen. Veel van wat ik hier presenteer wordt daar onderbouwd. Het is een boek en een lezing voor leraar, voor opvoeders, voor coaches. Het verhaal presenteer ik nu in twee delen. Het eerste deel gaat over de tiener en zijn brein. Het tweede deel gaat over zelfregulatie en ontplooiing. Wat ik nu in het ene uur vertel, heeft eigenlijk de inhoud van een masterclass van vier uur. Ik kan dan ook niet alle voorbeelden bespreken en toelichting. Nadere informatie is te vinden in mijn boek en op mijn website. En mijn hoop is dat u baat heeft bij de informatie over tienerbrein en ontplooiing, die mogelijk in de setting van thuis of op school kan worden gebruikt voor de dialoog. Met uw collega, maar ook met de leerling of in de dialoog tussen ouders en hun kind. Deze presentatie gaat dus over onze tiener, over onszelf, over de omgeving, over het brein en over hoe al die dingen met elkaar samenwerken in de ontplooiing van onze leerling en wat er eventueel gebeuren kan om hem nog verder zich te laten ontplooien. Uitgangspunten zijn er een aantal. Eentje heb ik al genoemd: het onderwijs. Ja, daar hebben we wat problemen mee. Dit is een slide uit de jaren nul, waar we toenmalig Voorzitter van de Onderwijsraad zegt ja, het gaat niet goed in het onderwijs. Intussen hebben we de Commissie Dijsselbloem gehad. Bijna wekelijks staan er verhalen in de krant over wat er niet zo goed gaat. Dat allemaal dingen eigenlijk kommer en kwel zijn, zoals ik net noemde. Zo weten we hè, van de laatste weken, een aantal voorbeelden die ik presenteer. Nisse Dijkgraaf die zegt dat de prestatiedruk, ja, dat het toch niet helemaal is wat we zouden moeten. We staan op een kantelpunt, zegt hij. Uh, problemen rond het uh, studeren voor een cijfer, voor een papiertje. Moet dat nou eigenlijk wel? Is dat dan wel goed voor het echte leren? Moeten we niet schrijfles vervangen door ethiek en ICT en, en dergelijke? Toetsfabriek, wauw, dat is allemaal een probleem. Maar ook wel of niet smartphones in de klas. Toestaan of verbieden, wauw, heel erg moeilijk. Mobieltjes de klas uit, niet op alle scholen kan dat. Er zijn voorbeelden dat het wel kan. We lezen ook in de krant dat docenten zijn overwerkt en leerlingen over stress. Terwijl voor de smartphone de remedie simpel is, verbieden. Een ander probleem wat we in de afgelopen weken hebben gezien in de krant, is over een plan van de schoolbestuur in Amsterdam. Over onbevoegde leraar voor de klas. Dat wekt woede, staat er hier. En ja, er is maar één professional die voor de klas hoort. Of uh, uh, falen als vernieuwing wordt er dan verteld in de krant. En dat is nog wel een beetje een, een probleem. Want onderwijs enerzijds. Maar de consument van het onderwijs is onze leerling, ons kind. En daarmee gaat het ook niet goed. Dus we vragen in de krant van ook al anderhalf jaar: wat gaat er mis? Want ze zijn onrustig in de klas. Ze zijn vervelend naar elkaar, ze maken ruzie met elkaar, met de leraar ook en zijn lastig. Een kind, een jongere, die in die periode van 0 tot 25 jaar, vooral van 10 tot 25 jaar, toch volwassen problemen heeft. En waarbij we tegenaan lopen, zoals hier in september jongsleden, in september 2022, dat een heel groot onderzoek uh, de resultaten daarvan beschikbaar kwamen, dat jongens en meisjes tussen 11 en 15, 11 en 16 jaar, heel vaak een probleem hebben met het welbevinden. Meisjes, meer dan 50% van de meisjes in die leeftijdsgroep, Voelt zich niet lekker. Heeft uh, problemen, duizeligheid, misselijkheid. Man mag er thuis blijven. En jongens, ook bijna 40 procent. Dat is wel echt iets. Jongeren roepen om hulp. Een artikel in de trouw van September. Wat is er dan eigenlijk aan de hand? Al die problemen met onderwijs, problemen met onze kinderen, die niet lekker in hun vel zitten. Antwoord: een kind, de leerling, is werk in uitvoering. Ze zijn werk in uitvoering. Hun brein is zich nog aan het ontwikkelen en die hersenrijping die loopt door tot veel langer dan we dachten. Wetenschappers die wisten dat eigenlijk al in het eind van de vorige eeuw. Maar nu ook is het herkend op heel veel onderzoek, heel veel artikelen. Hersenrijping loopt door tot ruim na het twintigste jaar. En dat betekent dat we ook kunnen vaststellen, ja, onze tiener, onze leerling heeft nog weinig kennis en ervaringen. Want op een of andere manier moet je daar de tijd voor hebben, van 0 tot 25 jaar kennis en inzichten opdoen en kennelijk is het brein ook nodig om die kennis en informatie op te slaan. Heel belangrijk onderzoek van heel veel kanten uit laat zien de adolescentie, de tienertijd is niet zomaar een soort van kleine periode waarin onze jonge volwassenen, ze zijn nog niet volwassen, maar het idee dat in de adolescentie eigenlijk al heel veel dingen kunt die je op je 25e kunt of op je derde, die klopt niet. Hersentechnisch, biologisch gezien, is adolescentie een tussenperiode, een aparte periode, waarin de hersenen op een andere manier functioneren, waarbij de prikkers uit de omgeving ook anders bij kinderen binnenkomen. En dat verklaart waarom het denkproces van de leerling, van de jongeren, de tiener, anders is dan van ons. Mini-anecdote over tijdgenoten van Socrates, die ook klaagde over het feit dat de tiener van toen, 450 jaar voor Christus. Niet lekker in hun vel zaten, heel lastig waren met de benen op tafel en heel, ja, uh, heel erg weinig luisterden naar de ouders. En zelfs in het Mesopotamië van 4000 jaar geleden zijn er kleittabletten waar hetzelfde dingen verteld werden. Kortom, toen had je natuurlijk ook een adolescent en die is nog in ontwikkeling. Wat kunnen we daaraan doen? Erkennen dat die tiener nog een rups is in ontwikkeling tot een vlinder. Die vlinder vliegt dadelijk weg, kan allemaal dingen doen, autonoom, zelfstandig in onze samenleving. Maar die is dat nog niet als hij 12 is, of 14 of 16. Dat betekent dus dat we anders met hem moeten omgaan. De gebruiksaanwijzing leren kennen. En zien dat onze houding, onze attitude tegen jongeren anders zou moeten zijn. Meer met een glimlach kijken naar die jongeren die nog soms hele oliedomme dingen doet en. Een dag later hele verschrikkelijk handige en knappe dingen doet. Dat hoort erbij. Dat betekent dat we ook niet alleen kijken naar het cognitieve functioneren, het schoolse functioneren, cijfers op school, maar dat je ook kijkt naar de cognitieve en de sociale ontwikkeling, en de emotionele ontwikkeling, en de fysieke, de motorische ontwikkeling. Al die vier onderdelen horen bij elkaar. De hele hersenen zijn nodig om die vier onderwerpen tot ontplooiing te laten komen. En het is natuurlijk wel heel belangrijk als we kijken naar ons zich ontwikkelende kind. Want als je die andere aspecten erbij haalt, dan ben je met meer dingen bezig. Dus betekent dat we niet alleen die schoolse vaardigheden moeten trainen, maar ook zorgen dat de jongere zelf inzicht krijgt. En dat hij weet: wat kan ik? Ik ben nu twaalf. Ja, ik kan een heel aantal dingen heel goed. Ik kan een inverted u-flip op de skateboard en ik kan ook heel goed hardlopen. Maar misschien ben ik af en toe een beetje, hoe noemen ze dat, impulsief. Ik ga werken aan mijn impulsiviteit. En dat samen werken aan de brede ontplooiing. Dat betekent de ontplooiing van het hele brein. Dat is eigenlijk in een notendop wat ik wil vertellen. Dat heb ik nu al verteld, maar nu probeer ik een onderbouwing te geven van de voorbeelden die ik even heb aangehaald. En daar begin ik mee, want eigenlijk iedereen moet weten over het brein. Wij als volwassenen, maar ook onze leerling. Dus ik hoop dat onze leerling ook kijkt naar dit verhaal, omdat je over jezelf wat leert. En dat over jezelf leren betekent ook dat je dus iets over je hersenen weet. Nou, punt 1, een paar breinfeiten. Ook een vijf, zestal punten die iedereen zou moeten weten. In de eerste plaats, de taken van het brein, van de hersenen, zijn aansturen van het lichaam. En prikkels uit het lichaam, van je zenuwen, vanuit de spieren, vanuit de huid, terug naar de hersenen leiden. Maar ook prikkels die je waarneemt met oog, met oren, met wat je proeft. Dus prikkels van buiten zijn nodig, die moeten geselecteerd worden. Welke zijn belangrijk, welke zijn niet belangrijk. Dus vandaar anticiperen op wat er dadelijk gebeurt, wat over een uur gebeurt, wat er straks of morgen gebeurt. Het leren van ervaringen, ja, die moet natuurlijk wel ergens worden opgeslagen. En dat is het brein. Punt 2. Heel belangrijk. Als je vraagt naar mensen wat vind je van de hersenen, ja, dat is een heel uh, favoriet orgaan van me: orgaan. dus is één. Als je kijkt naar ingewanden, we hebben tussen 10 en 15 organen die samen de ingewanden zijn. Zo is met de hersenen ook. Het is niet zo dat we een linkhemisfeer en een rechthemisfeer hebben en dat dat het is, of dat we zes lobben hebben of vijf lobben. Nee, we hebben wel 200 aparte regio's op de hersenschors. En al die 200 structuren hebben eigen taken en functie. Over de tijd, dus tussen 0 en 25 jaar, ontwikkelen zich netwerken. Dus eigenlijk verbindingen tussen al die regio's. Die regio's die zijn er wel, maar op het moment van de geboorte ja zijn ze nog aan het slapen. Ze moeten wakker gekust worden, net zoals door een roosje, wakker kussen. En dat gebeurt op verschillende momenten. Dus die Hersregio's en de verbindingen ertussen die ontwikkelen zich op een ander moment. Sommige van die regio's en hun verbindingen die zijn klaar in de babytijd, of als speutertijd, of op je vijfde jaar ongeveer, of op je achtste. Maar er zijn ook regio's die pas later in de tiende tijd, of zelfs op je twintigste ongeveer zich ontwikkelen. Dus dat betekent dat je met een twaalfjarige of veertienjarige kunt zeggen. Ja, je bent een regisseur over je eigen leerproces. Goed idee. Maar Sommige regio's die zijn dan nog niet klaar. Dus dat betekent dat de ontwikkeling van die regio's, en dus de capaciteit van de hersenen om met de omgeving om te gaan, te begrijpen wat de ouder bedoelt, wat de leraar bedoelt, dat vergt nog tijd en daar is die ontwikkeling zo vreselijk belangrijk voor. Dus worden, staat hier bold, de regio's worden functioneel actief over de periode van heel erg lang. Dat betekent dat als je een 14-jarige hebt of een 10-jarige die lastig is, die niet goed naar je luistert, die met zijn hoedie op zit, dan kun je soms ook zeggen, of heel vaak zeggen: Relax, hij heeft nog 15 jaar, hij heeft nog 11 jaar. Het gebeurt nog wel, maar wij moeten er wel wat voor doen. Linksonder ziet u een plaatje van een soort model van hoe de hersenen eruit zien. Aan de buitenkant, buiten een halve centimeter, dat is de plek, een halve centimeter, dat is de plek waar waar al die of het groot deel van de hersencellen zit. Die streepjes, dat zijn de banen, de netwerken die een verbinding vormen tussen al die regio's. Dan nu naar het kind, de baby die geboren wordt, die eigenlijk een leeg brein heeft. Dit is een metafoor voor 200 hersenregio's, 200 structuren in de hersenen die er zijn. Maar vakjes die leeg zijn. Dus al deze bagagekluisjes zijn leeg op het moment van de geboorte. Je kunt ook zeggen: archiefplanken of archiefkasten in het brein. Ze zijn leeg. Het vult zich na de geboorte. En hoe dat dan gebeurt? Nou, dit is weer dat plaatje wat ik net liet zien. Het wegennet ontwikkelt zich van 0 tot 25 jaar. Vergelijken met de wegen in ons land. Het begint met hele simpele paadjes over de hei. En je ziet linksboven: daar kan niet zomaar een vrachtwagen overheen of een bestelwagen. Maar die paadjes over de hei die worden als het ware geplaveid. En later geasfalteerd. Met de witte streep erover. En rechtsonder zie je de grote vierbaans, zesbaans, achtbaans wegen die we hebben. Met flyovers. En met ja, de mogelijkheid om veel sneller van de ene plek in Nederland naar de andere te komen. Zo gaat het in het brein ook. Dus de netwerken ontwikkelen zich. Van 0 tot 25 jaar En dan blijven ze zich ontwikkelen. Door de ervaringen die je opdoet, door de beleving die je hebt, door de kennis die je verkrijgt. Tot 23, 25 jaar. Je ziet hier weer die buitenkant, wat donkerder gekleurd. De grijze stof heet dat. Eigenlijk is die een beetje zandkleurig. Dat is waar de hersenregio's zijn, waar de hersenregio's nu de plek zijn waar de cellen zitten. 90 miljard zo ongeveer. Er zitten ook nog een heel aantal cellen. Midden in de hersenen, dieper in de hersenen. En die worden dus door de witte stof, door die banen met elkaar verbonden. Eigenlijk moet je dus zeggen dat alles wat we hebben aan kennis komt binnen. Van 0 tot 25 jaar en later. De vaardigheden, ervaringen, belevingen, feedback. Alles is nodig om dat brein in staat te stellen. Om ons lichaam zich helemaal te laten aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Onze omgeving al nu, 2023. Is anders dan drie jaar geleden, dan veertien jaar geleden, en over een paar jaar is het weer volstrekt anders. Dus het brein slaat kennis en ervaring op die het mogelijk zou kunnen gebruiken straks, over een week, of over drie weken, of over twee jaar, of over veertien jaar. Dat is waar de hersenen voor zijn. Maar hoe komt dat dan? Waar komt dan die kennis en ervaringen vandaan? Heel simpel: uit de omgeving. Dus weer: de kennis zit niet in de genen, zit niet in de erfelijkheid. Erfelijkheid zorgt ervoor dat die hersenen er zijn, dat die kluisjes er zijn, dat die archiefplanken er zijn, en dat het brein weet als prikkels binnenkomen, dan moet ik die in die banen versterken, groter maken. Dus hier zie je de kern, dat meisje met haar brein, en linksboven de omgeving, haar leeftijdsgenoten of papa, mami, of de leraar of oma. Die prikkels in het brein die moeten verwerkt worden, en dat gaat Onderaan heb je van alles en nog wat onder het niveau van de hersenen. Microscopisch met de cellen en hoe ze dat doen, daar gaat het nu verder niet over. Daar weten we heel veel van, maar het is nu niet relevant. Wat het grote relevante is, is de vier soorten prikkels. De zintuigelijke prikkels vanuit de huid, van de ogen, de oren, etc. De cognitieve prikkels, de kennis die je aangereikt krijgt, sociale en emotionele prikkels. Dat totaal is. Nodig voor het brein om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daardoor ontwikkelen zich taal, slapen, eten, drinken, seks, seksualiteit. Maar op een hoger niveau heb je de kennis nodig. Je hebt ervaring nodig. Je hebt overweging van papi nodig. Die een beetje domme vraag hoor van papa. Opa heeft ook zo'n oordeel. Maar ik heb mijn eigen oordeel en dat baseer ik op Ahmed en Dirk Jan. Die hebben een beter oordeel over waar het om gaat. Dus ik als tiener overweeg. Kennis van alles vanuit de omgeving maakt een eigen oordeel van en daar baseer ik mijn gedrag op. Dus vandaar dat ook voorbeelden, normen en waarden. De normen en waarden in jouw gezin, op jouw school, in jouw buurt, in de wijk waar je woont, in Nederland. Cultuur is in die zin ook belangrijk. Al deze prikkels van buiten, van heel simpel tot heel complex, die zorgen voor dat context. De context waarin we wonen, werken en leven, die bepaalt de ontwikkeling van het brein. Is het brein dan niet nodig? Natuurlijk is het brein nodig. Het zijn twee kanten van één en dezelfde medaille. Stel je voor: een muntstuk wordt omhoog gegooid. Kop en de munt. Kop is de hersenen, de biologie, de erfelijkheid. De munt is omgeving. Je kunt niet de munt herleiden tot de kop. Beiden zijn nodig: erfelijkheid, biologie en omgeving. Maar de omgeving die zorgt ervoor dat het brein zich ontwikkelt. En vandaar dat we kunnen zeggen. De aard van de prikkels die je krijgt, van de cognitie, van de sociaal gedrag, emotie, rijk of schraal, die bepaalt hoe efficiënt en met welk rendement die hersennetwerken zich ontwikkelen. Hier linksboven, 0 tot 2 jaar, zie je nog steeds die hele kleine paadjes over de heide, hele fijne structuurtjes, verbindingen die al gemaakt zijn voor de geboorte. Die zijn gemaakt om te zorgen dat prikkels er binnen kunnen komen. Maar je ziet dus dat van 0 tot ja tot aan de puberteit dat heel veel van die banen verdwijnen en vervangen worden door functioneel actieve hersennetwerken. Die functioneel actieve hersennetwerken lopen door tot aan de volwassenheid. En dat onderbouwt wat ik vertelde over de ontwikkeling van die, dat wegennet in het brein. Dat betekent: de omgeving voedt het brein. Een omgeving die veel voedt, die zorgt voor een sneller zich ontwikkelend brein, omdat die structuur de prikkels uit de omgeving nodig hebben. En vandaar het kernpunt waar ik het over heb, is dat de omgeving ongelooflijk belangrijk is. De biologie is even belangrijk, maar is anders belangrijk. Dus de leraar, de ouder, de opvoeder, de coach, oma, opa, de buurman, die steunt, stuurt en inspireert. Dus niet uit zichzelf. Het komt niet uit zichzelf binnen, maar steun, sturing en inspiratie, die komt uit de omgeving. Vandaar dat je dus de feedback. Van de omgeving. kunt zien als een motor van de talentontwikkeling. Dat betekent sturen thuis. Steun en inspiratie geven met speelgoed en taal. Op school, idem dito. Daar gaat het tweede deel van mijn verhaal vandaag over. Samenvattend: wij zijn essentieel om de kenniskluisjes en die archiefkast in de hersenen te vullen. Met kennis, met ervaringen. En rood staat er eigenlijk hoe we dat doen. Heel simpel: we reizen, wijzen routes. En als je zegt van er zijn drie routes. Dan is het niet zo dat we onze leerling dwingen om die route te nemen. Nee, we geven inspiratie. We geven de mogelijkheid om te kiezen, beoordelen, argumenten te vinden van waarom de ene en niet de ander. Maar dat hoort natuurlijk ook bij de emotionele steun en sturing. De feedback op keuzes. Feedback is een prachtig woord. Daar zijn wij voor. Niet om ons kind één richting in te duwen, maar juist om te laten zien dat er heel veel mogelijkheden zijn, zodat je het kind. Mogelijkheid geeft om je aan te passen aan de omgeving van straks. Van over vijf jaar of over tien jaar. Dat is wat wij doen. Dus functioneel bruikbaar hersennetwerk ontwikkelen zich dankzij de aard van de sturing van papiemami, opa oma, de leraar, de coach. Hoe, hoe dat gaat, dat is een één inkijkje in ongelooflijk belangrijke functie. de belangrijkste functie van de hersenen vind ik de nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig zijn en ondernemend zijn. Dat is waarom ze soms niet luisteren. Misschien zelfs heel vaak niet luisteren. Vaak over de, over, de, over de wegafscheiding willen gaan, over het prikkeldraad willen gaan. Nieuwsgierig zijn is omdat de hersenen willen zien wat is er allemaal in de omgeving is die we straks kunnen gebruiken, die we morgen kunnen gebruiken, die we over een jaar kunnen gebruiken. Vandaar die gigantische hoeveel prikkels die binnen, die binnen zou kunnen komen, die moet je selecteren. Selecteren. Dat is belangrijk en dat allemaal is niet belangrijk. Dat moet weg. De selectie van Thomas in de klas, 14 jaar, die de deur open ziet gaan. De leraar is iets aan het bord aan het schrijven. Daar komt Cynthia binnen. Cynthia heeft een nieuw kapsel met een mooie kuif. En er zit wat, wat kleur hier en een prachtig mooie nieuwe legging. En hij kijkt naar Cynthia. En de leraar is volstrekt niet belangrijk. Zijn brein die zegt: selecteer wat belangrijk is. Het sociale brein van Thomas zegt: daar. Dat is belangrijk. En al die andere dingen niet. Dus de kern van wat er in het brein gebeurt bij een tiener. die heeft zijn eigen selectie van wat er gebeuren moet. Dus vandaar opslag in het geheugen is wel Cynthia. en niet die som die meester Jansen op bord heeft gezet. terughalen en weer vlaggetje zetten. Er zijn structuren in de hersenen die zeggen. ik zet hier een like. Like net als wij kenden van Facebook en andere social media. Die like is een vlaggetje. Dit is belangrijk, de andere dingen niet. Een vlagje moet erbij om te zorgen dat je later kennis uit je geheugen weer kunt terughalen. En dat betekent meteen ook emotioneel ervaren. Dus het begrijpen van de emotionele wereld. De emotionele wereld is waarom papa nou zo boos is en waarom mama zo lief is, of andersom. Of waarom mijn vriendin een rug naar mij toekeert en toch flirt. Ik begrijp er niks van dus emotioneel ervaren van die heel belangrijke aspecten van de omgeving, die geeft mij inzicht uit mijn eigen ervaringen. Dus ik heb mama zegt, je hebt een blauwtje gelopen bij Meerte. Uh, wat is nou eigenlijk gebeurd? Ja, daar wil ik met mama niet over praten, maar met mijn vrienden wel. Dus inzicht uit mijn eerdere ervaringen, die leidt tot zelfinzicht. Zelfinzicht is iets wat in de hersenen opgeslagen wordt aan kennis en ervaringen. Daarmee natuurlijk als slot. Abstracte kennis verwerven, abstracte cognitieve kennis, maar ook abstracte sociale kennis. Van, hoe zit dat eigenlijk in de klas? Die leraar zegt dat ik dat, dat moet doen. En op school moet ik ook allemaal dingen doen. Waarom eigenlijk? Het gaat over abstracte kennis over het proces. Waarom is leren belangrijk? Waar is school belangrijk voor? Waarom moet ik luisteren naar mijn ouders? Ik ben toch met mijn eigen kamer bezig. Het is dus toch mijn eigen kamer. Ja, maar de abstracte kennis is bijvoorbeeld dat die kamer onderdeel is van een huis, waarbij. Papi daar hypotheek over betaalt. Dus een vorm van gesprek met mijn ouders. Ik begrijp dat het nodig is. Nou, dit is een voorbode van even spreken over het hoofdonderwerp met de adolescent. Dus zijn brein hebben we nu besproken, maar het sociale brein van de tiener, van hoe die bezig is met anderen. Nou, in de eerste plaats een vaststelling over de adolescentie die niet zomaar. ...tussen 10 en 25 loopt, maar uit een heel aantal fasen bestaat. Zelfs in de periode van 8 tot 10 jaar... ...dan zie je nog niks aan je adolescent, aan je tiener. Die is nog geen tiener, is een kind. Maar het brein is wel al heel hard bezig om paden te maken... ...die zorgen dat je zo rond je 9e, 10e, 11e jaar in de puberteit raakt. En dan gaat het hard. Dus hele vroege adolescentie is de periode die ongeveer overeenkomt met de puberteit. Let wel, het woord puber, dat kun je wel gebruiken... Voor een 10 tot 14-jarige. Het gaat over de geslachtelijke ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling. Maar pubergebruik bij een 15 of 18-jarige, dat is not dan. Want een puber, dat is een denigerend woord, 10 of is in dat op zich veel beter. Dus als maar goed onthouden dat de vroege adolescentie en de middenadolescentie wel op elkaar volgen. Maar sommige kinderen die zijn nog op hun 14e jaar in de vroege adolescentie, terwijl anderen al een jaar of twee in de middenadolescentie zitten. En wat dat betekent? Dat komt op mijn volgende slide. Die verlaat de adolescentie en de bijna volwassenheid. Dus weer een aparte fase, waar ook andere veranderingen in de hersenen bij horen. En sterker, die hersenregio's en die verbindingen ervan, die hangen samen met het moment. Er zijn kinderen dus die op hun 16e, 17e jaar al heel erg rijp zijn. Die op hun 18e mogen stemmen, natuurlijk, op hun 19e wethouder zijn in Nederland. Dus dat kan. Maar er zijn dus wel. Grote verschillen. Dus jongens en meisjes verschillen, kinderen die kansarm zijn geweest, die weinig mogelijkheden hebben gehad, financieel, maar vooral ook in de omgeving. Weinig voorlezen of weinig speelgoed thuis, dat heeft een drukkend effect. Een schrale omgeving zorgt dat je minder snel ontwikkelt. Dan, wat is nou het verschil tussen die lage, die late adolescentie, de middenadolescentie en de vroege adolescentie? Nou, in de eerste plaats hebben we een jonge adolescent die prikkels op zich laat afkomen... en heel goed bezig is, zoals u weet, met zijn huiswerk... en is goed overwogen met zijn les bezig... maar die wordt afgeleid door dat meisje dat aan de deur staat... of door allerlei andere dingen, door Timo die een het raam klopt... van, goh, zullen we nu even gaan tennissen? Dus impulsief, concreet, kon nog niet in abstractie denken. Opportunistisch van het ene naar het andere gaan. Gisteren was judo leuk, nu ga ik naar ballet. Slecht in plan en zelfinzicht en snel het stemmingswisselen. Dan nog kun je zien dat zo'n kind hartstikke slim is. Alleen hij kan nog niet zichzelf reguleren. Impulsiviteit heeft te maken met het brein, met de ontwikkeling van impulsremming. Nou, dat gaat eigenlijk voor de hele periode tussen 3 en uh, 23 jaar. Maar juist de periode tussen 8 en 14 jaar. Dan gaat het wel heel hard. Dat is ook de periode dat kinderen de diagnose ADHD kunnen krijgen. De middenadolescent heeft ook dit nog wel, maar is vooral dan een sensation seeker. Die zoekt nieuwigheid. Hij heeft meer zelfinzicht. Je kunt hem echt best wel eens vragen. Goh, wat kun je nou goed, wat kun je minder goed? Maar is toch nog niet zo goed in de zelfregulatie om zichzelf te veranderen. En is matig in de omgang met zijn eigen gevoelens. Hij kan die niet goed onder woorden brengen ook. Dan heb je de laat-adolescent vanaf 16, 17 jaar, slecht in de planning van het leven, terwijl hij tienen kan halen op school, ook heel goed in de sport en hij kan allemaal dingetjes regelen. Maar um, nog steeds twintigers, laten we zeggen een uh, jonge student in het hbo of universitair onderwijs, die kan heel slim zijn en heel goede cijfers hebben en plots zitten daar drie en vieren bij. Omdat hij niet goed in staat is altijd te bedenken, ja die toets morgen, om negen uur. Ja, mm, ik kan toch best wel vanavond nog even met mijn vrienden gaan chillen. Want uh, dan kan ik om zes uur opstaan, dan kan ik nog even alles doornemen. Nou, dat werkt dus niet zo. Dus weer het overzicht van wat je moet doen en hoe, welke prioriteiten stellen, die kan die nog niet goed. Ook hier weer grote verschillen tussen kinderen. Dus je kunt kinderen hebben die even slim als anderen, maar nog jaren achterlopen in dit soort zaken. Waar komt dat door? Nou, eigenlijk als exponent van wat ik er straks liet zien met die uh, jongetjes die door het raam aan het kijken waren, nieuwsgierigheid, nieuwigheid. Hm. Je kunt als leraar of als ouder nog het idee hebben van: goh, ik ben met een spannende les bezig. Mijn les is echt anders dan de vorige keer. Ja, maar dat zit in jouw brein als leraar. Die leerling die ziet volstrekt niet wat het verschil is tussen wat je nu doet, nieuw. En datgene wat je vorige week besprak, dat nieuwigheid voor hem of haar betekent. Wat is er aan de hand? Uh, beleving, ik moet nieuwe relaties hebben, oefenen en uitproberen. Zo zie twee plaatjes hier links. Uh, interesse in uh, actieve drugs, en, uh, uh, THC, marihuana, weed andere stoffen, alcohol. Gewoon eens proberen. Je weet eigenlijk niet. Je kent de consequenties ervan niet. Maar het sociale brein is gewoon zo gericht op nieuw, dat daardoor wat wij presenteren als ouder, als leraar, niet nieuw genoeg is. Dus vandaar die wwwh-vraag, wat is het, waarom is het, welke, wie, waarom en hoe, dat is eigenlijk waar het hun om gaat. Dus kijken naar, de smart, uh, naar je smartphone, de sociale media volgen, naar TikTok, nieuwe filmpjes, verslaafd zijn aan nieuwigheid, dat doet het brein voor je. En dat kan alleen afgeremd worden als wij onze kinderen support geven om een andere keuze te maken. Hier rest boven, sociaal gedrag, kijken naar elkaar, op een muurtje zitten en dan met elkaar spreken. Of soms helemaal niet spreken, alleen maar ruiken, snuffelen en voor je uitkijken. Dat is ook een brein wat vol actief is. Spiegelen, je spiegelt de ervaringen van de ander in jouzelf. Om een beetje te, een keuze te kunnen maken van waar sta ik, welke richting moet ik uit. Hiermee zeg ik ook de tiener heeft. De meeste tieners hebben heel veel vragen van waar sta ik eigenlijk? Vandaar dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van hun identiteit. Mooi die meisje daar linksonder. Die helemaal dezelfde identiteit hebben. Daar moet je dezelfde kleren voor aan hebben, dezelfde haardracht, allemaal staartjes in dit geval. Bij die ontwikkeling van de identiteit die uitzicht erin. Dat diezelfde meisje een paar jaar later juist heel anders zich kleden. Dat je zoals boven prachtige plaat over de identiteit die zich uitdrukt in de wijze waarop je gekleed bent. Die vijf jongens en meid, meiden die daaronder zitten kijken via de socials naar wie jij bent en hoe je zou moeten gedragen. Dat betekent eigenlijk dat wij die hele identiteitsontwikkeling, echt hele adolescentie, duurt dat. Dat geeft ook aan een persoonlijke groei. En wij willen wel dat ze cognitief leren. En dat moet ook. Sociaal leren moet ook. Emotioneel leren moet ook. Maar als wij beter begrijpen waar zij mee bezig zijn. Dat ze eigenlijk nog niet helemaal weten waar de samenleving voor is. Dat ze denken van, wat verwachten ze nou van me? Moet ik tiende halen of negens? Ja, ik heb, vorige keer had ik een negen. En ik had het gevoel dat mijn leraar dat een beetje dom vond. Omdat ik slim ben volgens hem. Niemand vraagt aan kinderen om steeds mijn negens en tiende te halen. Dus weer openstaan. Voor het feit dat de leerling niet weet waar het om gaat. Thomas ziet hij me staan. Papa kan makkelijk praten. En ik haat mijn ouders. Wiskunde, dan K-vak. Nergens goed voor. En mama begrijpt er niks van. Dus groot punt is: wij kijken naar die 15-jarige en denken: goh, die ziet er toch behoorlijk volwassen uit. Maar dat is niet zo. Kijk even naar Michael, links. Uh, mooie jongen, leuke jongen. Hij heeft heel veel meisjes achter hem aan en ook jongens achter hem aan. Die willen allemaal dingen van hem. Michael die zit er dus oud uit, die is 17. Nee, hij is geen 17, hij is 14. Hij ziet er oud uit. Het is een kind in de verpakking van een volwassene. En dat merkt heel veel uit. In de wijze waarop hij met de omgeving omgaat. Omdat hij volstrekt niet weet wat er nou van hem verwacht wordt en waarom. Met Myrthe aan de andere kant is het juist anders. Zij ziet eruit als veertien, maar ze is 17. Dat is hartstikke slim. Je kan hele goede cijfers halen, maar dat doet ze niet. Want dan wordt ze nog meer aan de buitenkant van de vriendengroep. Dan heb je meer te weer. Dus die onderpresteert, heeft slechtere cijfers dan ze eigenlijk zou kunnen. Kortom, identiteitsontwikkeling, met de sociale omgeving bezig zijn. En ook met cognitie natuurlijk, met school. Maar dat geeft hun zorgen. terugkijken naar de coronatijd. Dat we eigenlijk kunnen zeggen, dat sociale brein is gedepriveerd. Gedepriveerd. Heeft te weinig prikkels gehad. Want die feedback uit de sociale omgeving was nodig om zich sociaal te ontwikkelen, om zich emotioneel te ontwikkelen. En dat is gestopt. Twee jaar door lockdowns, door veel minder feedback van ouders, of ouders moesten helpen om dat huiswerk te maken. Bijna nul feedback van school. Ja, die lieve meneer die mij lesgeeft. Zat wel op dat scherm naar mij te kijken en reactie te geven, maar dat is anders dan wat een tiener nodig heeft. De slimme kinderen die kunnen het dus ook niet redden op school door dit feit. Door het feit dat het sociale brein gedepriveerd is. Dat betekent dat we daar op school wat mee moeten. Het is een verhaal wat een paar jaar geleden ik heb geschreven in het tijdschrift van 12 tot 18. Leerlingen een kans bieden, leerlingen verder laten groeien, is vooral hem of haar kennen. En openstaan voor het feit dat jij als leraar je taken hebt, je leerdoelen hebt. Maar als je ziet dat de taken van die leerling zijn om mens te worden, om autonoom te worden, om zelfstandig te worden. Als je dat doorhebt en het feit dat het kind de sociale omgeving nodig heeft, dan verander je je gedrag als leraar, als school. Dus je kinderen. Kennen, je leerlingen kennen. Dat betekent dat we goed moeten letten op het welbevinden. Dus, weer, ik zeg niet als vervanging van school. Nee, school gaat dit ook doen. Door zoveel mogelijk tijd te hebben, mogelijkheid te geven om aan die leerling die zulke vragen heeft, uh, mater welbevinden heeft, gedeprimeerd is, angst kan hebben, stress en burn-out, die nog in de ontwikkeling is van zijn vaardigheden, die snel overprikkeld is. En daardoor openstaat voor verslavingsproblematiek. Dit zijn de volwassen problemen die de jeugdige, die adolescent, die in de overgangsfase is tussen uh, kind en volwassenheid, om meer support te geven. Dit was deel 1. Ik heb nu even een korte pauze en dan ga ik door met hoe doen we dat dan? Zelfregulatie, mooi, maar welke handvatten heb je daarvoor? Dat komt in het volgende Deel 2 over zelfregulatie en brein. Zelfregulatie en de ontplooiing van de totale jongere, de totale kind, de totale tiener in zijn sociale, emotionele, bewegende en cognitieve brein. Dus weer het motorisch actieve, de motorische planning, hoe je lichaam in de ruimte staat. Cognitief leren met een computer, wat dan ook. Sociaal leren zoals we net besproken hebben met die meisje die naar elkaar kijkt. En Luisteren naar elkaar en die samen lol hebben. Al die zaken die zijn, die hebben betrekking op vaardigheden, hersenvaardigheden, cognitieve vaardigheden, tot complex gedrag. Nou, dit plaatje is een soort kaleidoscoop van alle zaken die zo voor de tiener zo'n beetje van belang zijn, bezien van het school. Lezen, lezen, lezen. De wijze waarop wij lezen, prikkels die we binnenkrijgen, die zetten ons in de wereld. Die zorgen ervoor dat we een emotioneel beeld, een sociaal beeld, een visueel beeld, een, een emotiebeeld krijgen van wat er in dat verhaal gebeurt. En dat zorgt ervoor dat wij kennis binnenkrijgen die voor onze ontplooiing noodzakelijk is. Dan middels ze sociaal leren in een werkgroep. Dat kan bij 18-jarigen, maar het kan ook bij 12- of 13-jarigen. Leren in een groep waarbij je naar elkaar luistert. Waarbij je de woorden die andere jongeren hanteren, gebruiken kunt om jouw kennis op peil te krijgen. Dan voor de klas, naar de meneer die aan het schrijven is op het bord, dingen die hij via de boeken overdraagt, rekenen onder, luisteren naar de leraar, muziek, drama, de wijze waarop je andere vorm van les hebt. Het leren dribbelen op het voetbalveld of op het handbalveld. Al deze zaken die hebben te maken met de ontwikkeling van die netwerken. Dus weer sociaal, cognitief, emotioneel en motorisch, zintuigelijk. Al die zaken bij elkaar. En dat is het mooie dat hersenonderzoek laat zien: dat banen die eigenlijk noodzakelijk zijn om trompet te kunnen spelen, om je vingerzetting te kunnen hebben, die zijn natuurlijk ook belangrijk als je piano speelt. Maar die zijn ook belangrijk voor het leren lezen en rekenen. Bewegen. Ja, een van de grootste filosofen die we in Nederland hebben gehad de afgelopen honderd jaar: Johan Cruijff. Die stelt: buitenspelen moet een vak zijn op school. En dat vind ik ook. Bewegen is van ongelooflijk groot belang voor de ontwikkeling ook van cognitie. Kijk even rechtsonder. De jongetjes springen van de duin af. Ze zeggen: Oh, leuk, die zijn aan het spelen. Ja, die zijn niet alleen aan het spelen, die zijn aan het leren. Kijk naar het jongetje wat daar in de lucht hangt. Met de beetjes precies goed. Die komt dadelijk neer, 15 meter dieper, kan dan meerennen. Dat is niet de spieren hier en de spieren daar dat is je brein, dat je evenwichtsgevoel, maar ook zelfs je gehoor, omdat je aan de klank van wat je van anderen hoort, weet hoe de afstanden zijn. Je schat afstanden, je schat kracht en schatten is essentieel voor leren rekenen. Dus bewegen is ook leren rekenen en dus een basis voor zaken als wiskunde. Rechtsboven heel fijn dat meisjes ook juist in dit soort sporten sterk gestimuleerd worden, heel erg goed, omdat voor hun ook Ruimtelijke vaardigheden daardoor zich beter ontwikkelen. Je leert verbeelden. Verbeelden is als het ware een mentaal proces, iets wat daar in je hersenen gebeurt. Een plaatje in je brein, een film in je brein van wat er zou kunnen gebeuren. Linksboven een mooie plaat uit NRC van vijf meisjes die een boomhut maken. Hun boomhut, volgens hun verbeelding. En mooi stond er in dat verhaaltje in de NRC dat hun vaders kwamen met een gereedschapskist waar allemaal hamers en nijptangen en uh, hout en zo in zat. Nee pap, hoeft niet. Wij doen het zelf. Wij doen het zelf omdat je zelf die via je eigen verbeelding construeert wat nodig is. De andere twee plaatjes spreken voor zich. Verbeelding is nodig om een mentaal model daar binnen te brengen. En dus dankzij de ervaringen die je opdoet thuis met spelen, met taal om je heen. Met dingen die je kunt maken, zoals hier uh, ruimtelijke structuren, met bambox heet dat, uh, waarmee je ruimtelijke structuren maakt, die stimuleren het grootste deel van de hersenen. Rechts, parietaal en andere structuren die nodig zijn om je te oriënteren in de ruimte. En toevallig worden diezelfde structuren ook gestimuleerd door, in dit geval links, een meisje wat ballet. En rechtsonder. Kinderen, jeugderen die aan het balletten zijn of die aan het breakdancen zijn of wat dan ook. En ook op dezelfde manier, met, via een ander ingangsoek, in muziek. Muziekvorming is ook ruimtelijk denken. Dus al die zaken die horen bij elkaar. En die zijn ook nodig om de cognitie beter te kunnen laten landen. Rollenspelen, dus links en rechts. Veel onderzoek laat zien toneelspelen, cabaret, is goed voor de puberemoties. emoties. Dus vandaar dat... Kinderen die op school of waar dan ook leren om King Lear te spelen of Hamlet of Shakespeare, is niet alleen een hele oude man van 300 jaar die 300 jaar al dood is. Nee, want wat Shakespeare heeft beschreven is ook al door Aeschylus en andere oudere mensen in het Griekenland van 400 jaar voor Christus beschreven, 700 jaar voor Christus. Dat zien we nu in Game of Thrones. Dat zien we in series, dat zien we op de video. Dus het leren wrok. Boosheid, woede, afgunst, liefde. Al die emoties, het doorleven daarvan, dat leer je door er naar te kijken. Dus vandaar, als je niet kunt spelen op school, dan mag je kijken naar series. Mits er iemand is, een leraar of een ouder, die je leert herkennen wat er daar gebeurt. Dus drama, wegen, rollenspelen, invoelen, lolplezier, empathie ontwikkelen. Openstaan voor de wereld, daar gaat dit om. Dat is dus cultuur in een bredere zin. Dat moet je dus ook leren. Veel wetenschappelijk onderzoek laat zien wat we hier op één plaatje over de hersenen hebben. Dus je ziet kinderen aan het linkerpaneel, 38 jaar, adolescenten van 14 tot 17 en volwassenen van 18 tot 30 jaar. Hebben dezelfde taak. Wat het is, doet er niet toe. Die vlekjes, u weet het wel, geel en rood. En die geeft aan de plekken waar activiteit is. Je ziet dus dat de activiteit bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Op een andere plek, terwijl het dezelfde taak is. Er zijn sommige structuren die dezelfde zijn, dus bijvoorbeeld daar helemaal in het midden. Maar wat ik hiermee wil zeggen, de strategieën veranderen. De hersennetwerken veranderen. Dus iets wat je, als je op je twaalfde kunt, die maakt gebruik van gedeelt van andere netwerken dan als je vijftien bent of als je twintig bent. En dat betekent een grote aanbeveling, leer zoveel mogelijk strategieën aan. Beelddenkers die bestaan niet, zijn wel kinderen of jeugden of mensen die liever in beelden denken. Maar beelddenken leer je ook taal aan en haptisch, dus met je lichaam, met het handelen, strategie hanteren. Dus samenvattend, de ontwikkeling van simpele en complexe neuropsychologische skills is dat je vanaf jeugd, simpele motoriek, eenvoudig sociaal gedrag binnen de kindertijd, basale emoties, dus Liefde en boosheid als zes of zevenjarige. Maar zes of zevenjarige heeft nog niet een beeld over wrok of over afgunst. Dat moet zich later ontwikkelen. Dus simpele cognitie is een simpele taal. Later, zo tussen zeven en vijfde jaar, crossmodaal. Dus bijvoorbeeld bewegen in sociale interactie, samen, lopen samen skateboarden naar elkaar kijken, een beeld krijgen van wat iemand anders doet en dat proberen zelf ook over te nemen. En die crossmodale skills, moeilijk woord, maar over de dimensies heen van cognitief, sociaal, emotioneel, dat complex, dat zijn dan net de meest complexe hersennetwerken die zich ontwikkelen, ja, in het de tweede deel van de tienerleeftijd tot ver na het twintigste jaar. De consequentie over: als we nu dit doen, wat gebeurt er dan? Welke opties zijn er? Nou als ik nou die andere doe, wat gebeurt er dan? Is dat nadelig voor me? Is het misschien voor mij heel goed, maar voor, voor Mohammed niet. Of voor mijn vriendin niet. De sociale en emotionele factoren overwegen. En we weten allemaal, heel veel jongeren kunnen dat op hun twintigste nog niet helemaal goed. Of zelfs op hun twee, drieëntwintigste. Dus dat is wat zich ontwikkelt dankzij ervaringen. En hier is dan de preventale schors. Linksonder zie je dat, de preventale schors. Verschillende regio's in de preventale schors zijn daarvoor nodig. En daarom weten we dat sommige regio's in de preventale schors zich ontwikkelen zo al vanaf het tweede, derde jaar. En andere, die meest hoge complexe structuren, pas later in de tienertijd. Dan de zelfregulatie. Die loopt door al dit soort functies en vaardigheden heen. Daar wil ik over Spreek in het laatste deel van mijn verhaal. De adolescent als werk en uitvoering die heeft meerdere dingen nodig. Die skills en vaardigheden die zich ontwikkelen vanaf jeugd, vanaf heel vroeg, ervaringen en belevingen, omdat het ook prikkels zijn, leidt tot inzicht in jezelf. Sommige dingen die je goed doet en sommige dingen waar je wat minder goed in bent. Ik merk dat ik altijd ja, ruzie krijg met kinderen, met anderen. En wat moet ik daaraan doen? Kan ik, zo zegt mama dat, sociaal worden? Openstaan voor anderen, kennen zo de wereld krijgen. Dus een hele lijstje met bullets is de totale verzameling van wat de tiener nodig heeft naast school. En dit, als je dit kunt, dan ben je ook beter op school. Dan ben je ook beter op het sportveld, omdat je beter kunt herkennen wat de coach van jou wil. Dus zelfregulatie is mijn gedrag kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Datgene wat er van me gevraagd wordt. En de omstandigheden in een sociale setting zijn anders dan als ik achter mijn eigen bureau zit en als ik alleen maar met mezelf bezig ben. Dus die sociale setting is essentieel om op school beter te leren, om thuis ook beter te begrijpen waarom mama boos wordt als ik de wasweers niet in de vaatwasser gezet zetten, maar gewoon even op het aanrecht. Nou, executieve functies, een term die de laatste tien jaar in een grote ontwikkeling zit die executieve functies, die zijn die hogere hersenfuncties, hogere cognitieve, maar ook niet cognitieve functies, waar ook gevoel en empathie bij hoort. Het zijn mentale processen die ons in staat stellen om te plannen, aandachtig bezig te zijn, om instructies te volgen, om te begrijpen wat de ander bedoelt, die te onthouden en rekening te houden met de omstandigheden, met mezelf, met de omgeving, de wereld, en wat ik doe in de goede volgorde te plannen en in de goede volgorde uit te voeren. Vergeleken met een vluchtcontrolesysteem op een vliegveld, waar boven in die toren mensen kijken naar de hele omgeving, in de lucht kijken, van welke vliegtuigen na kijken, welke kan nu landen, welke moet nog even wachten. Dat is wat het brein doet. Nou, als je dan kijkt naar executieve functies in de klas, waar hebben we het dan over? Of executieve functies thuis, vlak voor het uh, naar. naar uh, naar tafel gaan of eten, dan hebben we het hier over. Impulsiviteit. Ik ben mijn dingen weer eens kwijt. Ik kan mijn hockeytas niet invullen. Afgeleid, concentratieprobleem. Ik begrijp niet waar het heen gaat. De grote lijn niet snappen. Met kleine dingetjes bezig zijn. Slim zijn, maar toch hele oliedomme dingen doen. Omdat je de verbanden niet legt. Matig zicht, secundair reageren. Regels niet begrijpen. Alles komt neer op. Mijn zelfinzicht is nog niet helemaal oké. Okay. Mijn zelfregulatie, datgene wat ik doe met mijn zelfinzicht, de zelfregulatie, dat is iets wat zich ontwikkelt weer dankzij ervaringen. Dat betekent dus, dankzij ervaringen, die komen niet vanuit het kind zelf, die komen uit de omgeving. Papi, mami, opa, coach, leraar, natuurlijk. Als je dan kijkt van welke dingen we moeten herkennen, één slide met vijf groepen executieve functies. Als ze die. De woorden daarvoor begrijpen, dan hebben we ook een groot stuk van de gebruiksaanwijzing van onze jongeren in handen. Dus die gebruiksaanwijzing die zorgt ervoor dat we, oh ja, we moeten werken aan het zelfinzicht. Zelfinzicht is onder woorden kunnen brengen: dit kan ik niet, dat kan ik wel goed, maar ik kan dat niet goed als mijn zus steeds zit te storen. Dus het zelfinzicht betekent dat je ook jezelf kunt veranderen. Tweede het grote onderwerp is oké, okay, zelfinzicht. één. de ander. Dat is mijn ouders, mijn vriendin, mijn vriendinnen. Het inleven in de ander. Het invoelen, empathie. De intenties begrijpen. Ook de intenties van Juffrouw Jansen, die van die verschrikkelijk stomme voorbeelden geeft. of die dat hele moeilijke boek aangeeft. Ja, ik begrijp nu dat Juffrouw Jansen dit niet doet omdat zij zelf ons wil pesten. Maar omdat zij ook leerdoelen, heet dat niet zo, leerdoelen moeten ik nastreven. Ik begrijp dat zij, ik sta er niet achter, maar ik begrijp wel dat het haar bedoeling is. Ik word ook niet boos op haar. Het monitoren van de sociale omgeving. Dit is iets wat je moet leren. Weet? Het staat hier niet in de gene, maar hier moet je gewoon echt mee verder. Derde, consequenties. Ontzettend belangrijk woord. Dat, omdat dat niet gegeven zit in de kluisje in het brein... Moet de omgeving daar wat mee doen? Leren die consequenties te herkennen. Wat zijn de opties als ik dit doe? Wat zijn de opties als ik dat doe? Ik ben 14 en praat met mama en die zegt van Jelle, um, waarom wil je van judo af en naar uh, handbal? Want is dat nou eigenlijk wat je zelf wel heel graag wil? Waarom zeg je dat nu? En dan moet ik onder woorden brengen van ja. Er zit op handbal zit een aantal leuke vrienden van mij. En daar wil ik gewoon leuke dingen mee doen. Zeg maar, uh, hoe ga je daar dan heen naar dat handbal? Nou, zeg maar, uh, op de fiets. Hoe ver is dat, uh, Jelle? Uh, ja, even nadenken. Uh, drie kwartier fietsen. Oh ja, een judo is uh, tien minuten, daar kan ik heen, heen lopen. Ja, is dat dan wel, wel handig? Zo kun je de consequenties van je gedrag en je keuzes. Die kun je overzien, dankzij feedback. Daarom is feedback essentieel. Om je kind een handvat te geven over waarheen, welke routes mogelijk zijn en de uitkomsten daarvan. Het vierde is het inzicht. Je hebt de ander bij twee: inzicht in de regels van de groep, van de samenleving, van de school, van de leraar. Dat zijn normen, waarden, doelen en belangen. Weer als we ons realiseren, ik herhaal mezelf, sorry, ik herhaal mezelf nog een keer. Werk en uitvoering betekent dat je sommige dingen gewoon niet weet. En dat wij onze tiener ook niet kunnen verwijten dat hij het niet weet. Want dat is nou net waar wij voor zijn. Wij zijn degene die moeten doorgeven van waarom er normen waarde zijn. Niet dat je je dwingt om die normen te volgen. Nee, uitleg geven daarover op een of andere manier, linksaf of rechtsaf. Zodanig dat de jongere beter begrijpt waar de samenleving voor is. Waarom jij er bent. Dat betekent ook dat je de normen waarden van jouw thuis. Hè? Over uh, wanneer je naar huis gaat, uh, wanneer je thuis uh, uh, taak hebt, over vuilniszakken naar de container brengen of anderszins. Waarom dat is. En waarom mama zeurt over de kamer die zo onopgeruimd on is. Het is toch mijn kamer? Ja, maar mama die moet daar ook wel eens zijn. Oké, okay, waarom dan? Wil jij misschien af en toe ook een schoon overhemd of schone t-shirts of onderboeken aan? Ja, nou dan moet je toch zorgen dat mama weet waar ze die dingen moet neerleggen. Dus weer de normen en waarden thuis. Zo heb je de normen en waarden in de klas. In een klas waar het ontzettend ruzie is en rumoer. En de leraar zegt: oh, wat moet ik nu doen? Overleg met leerlingen over wat voor hun belang is, betekent ook naar jezelf kijken als 14-jarige. En zien dat je daar een verandering in moet brengen om gewoon samen met de leraar effectiever te zijn. Als laatste, de planning. Mijn planning betekent mijn leertaak, wat ik nu voor die. Voor de biologie en de scheikunde en de maatschappijleer, wat ik moet doen en hoe ik dat op elkaar afstem. Maar ook mijn middag, dat Timo aan het raam klopt. Hé, hey, ja, daar kom even uh, tennissen. Of mijn moeder die zegt: ja, heb je weer je taken niet uitgevoerd voor thuis? Het bandweekend, wat we over een paar weken zullen hebben, waar ik een taak zou hebben om een huisje uit te zoeken waar we samen heen gaan. En met mijn moeder te overleggen of ze ons kan, uh, kan brengen. Dat zijn ook de taken van het leven. En mijn studie over een paar jaar. Deze planning, deze vier soorten planning, die horen ook bij die executieve vaardigheden die apart geleerd moeten worden. En daar, gelukkig, hebben we een heel aantal jaren voor. Dat leer je niet in één jaar of in één week. Daar heb je een heel lange tijd voor. Dat betekent wel dat je een betrokkenheid hebt op je kinderen. Het laatste hoofdstuk over. Een aantal voorbeelden van hoe je dat zou kunnen aanpakken en wat de belangrijkste elementen daarvan zijn. De eerste plaats: een vraag over taal, over het verwoorden en verbeelden. Ik kan het niet mooier zeggen dan de cartoon die ik dadelijk laat zien: uit Zitz, Jeroen, Pukkels. Pukkel, Strip, uh, Jeroen, is het nou echt zo moeilijk om te vertellen wat er door je heen gaat? Dit is wat er bij uw team gebeurt, bij uw leerling gebeurt. Hij heeft een wolk vol... Met gedachten. En die gedachten die zijn niet allemaal in woorden te vangen. Als je naar het plaatje kijkt, dan zie je een paar wimpertjes en mooie oogjes. Ah, het is duidelijk dat hij verliefd is. Of dat hij iets met het meisje aan de overkant wil. Maar zoveel andere dingen met al die strepen, die zijn niet in woorden te gieten. Dus de tiener, de jonge tiener, en de middelbare en de oudere tiener. hebben nog steeds veel minder woorden dan wij als volwassenen. En je kunt met ze praten. En je tiener van 15 praat je vaak de oren van het hoofd, maar het zijn niet emotiewoorden, Het zijn niet de dingen die over proces gaan, de plek die je in het leven inneemt. En dat is wat we gelukkig kunnen leren. Dat is het meest makkelijke aanpak die er is. Dus het trainen van woorden, eerst aanpak trainen voor woorden, ontwikkel woordenschat. Thuis, op het sportveld, bij de muziekles en natuurlijk op school. Woordenschat, het zijn zaken als nu met de wwwh vragen te benoemen. Wat, waarom, wie, welke, hoe. Heeft het een naam? Waarom doe je het? Wel, wat bereik je ermee? Welke richting ga je uit? Het verwoorden, het in woorden gieten. Dat is iets anders dan dat je vraagt hoe was het vandaag op school? Of heb je de toets Engels al binnen? Nee, je moet gaan over dingen die in, in, interessant zijn. Je dochter die met een nieuw soort kleren aankomt die ze, uh, die ze gekocht heeft met haar twee vriendinnen dan die zegt wat een leuke kleur. Ik zou het nooit gekozen hebben maar dat kan ook niet want ik ben al heel oud ik ben 41 maar het staat jou heel goed maar waarom heb je nou deze gekozen? Dus dingen die hun boeien. Zo op school. Een leerling boeien met datgene wat jij leuk vindt, wiskunde of weet ik wat, taalwetenschap, dat is iets anders dan waar de leerling mee bezig is. Dus Rekening houden met het feit dat de concrete woorden die de kinderen hebben, de jeugd hebben, dat die concrete woorden niet voldoende zijn om in deze samenleving een echte plek te vinden. Rekening houden met wat ik hier noem de emotiewoorden, gevoelswoorden. 14, 15-jarigen die zouden al deze woorden moeten kennen die hier staan. Bedroefd, bedreigd, dankbaar, energiek, gefrustreerd, ontroerd, onzeker, sprankelend. Uitgeput, zenuwachtig. Dat zijn woorden waar je over jezelf praat, over je leraar praat, over anderen. En die woorden die geven nou net dat vlaggetje in je brein. Weer impuls van andere centra in je brein, limbisch systeem, die zorgt ervoor dit is belangrijk, dat is minder belangrijk. Dus woorden zijn een heel belangrijk handvat daarvoor. Dus vandaar dat je gewoon onder woorden kunt brengen. Ik verveel me, ik was geïrriteerd, want die man zei iets heel teleurstellend die docent is sympathiek. Nou, kun je kunt nog heel veel meer over zeggen. Let op spreekwoorden en metaforen. Let op understatements, ironie, humor en sarcasme. Humor, sarcasme, understatements. Heel essentieel in de intermenselijke communicatie. Maar ook om een krant te kunnen lezen, om te begrijpen waar de wereld voor is. Dat betekent dan ook dat we een grote taak hebben als leraar, opvoeder en coach. Meer rollen spelen en daar... Hoort ook bij taal overbrengen en de leerling zorgen dat hij deze vaardigheden krijgt. Dat betekent dat je kennis overdracht natuurlijk, maar ervaren en beleven, dat kan vaak op een andere manier. Feedback op inhoud, proces en persoon. Narratieven, verhalen vertellen, omdat daar ook heel veel woorden over komen. Rollen die kun je laten zien. En dat ondersteunt het zelfinzicht en de zelfregulatie. En daarmee heb je weer die inspiratie, steunsturing, inspiratie, En leer de tiener zichzelf kennen. Dus door de woorden te gebruiken, door de leerling, de, je tiener, te leren die woorden te gebruiken, leert hij zichzelf. Dat is de basis voor zelfinzicht. Dat betekent een talige omgeving, zoveel mogelijk taal thuis en op school. Daarmee werk je aan het sociaal en emotioneel functioneren. Dus sociale interactie is niet strijdig met cognitie, zoals ik dat een paar keer heb verteld, maar is juist een support, een ondersteuning. Dus vandaar vragen stellen en erop reageren. Waar is het goed voor? Hoe werkt het? Wat is mijn plek? Waar kom je zorgen vandaan? Welke rol zou jij als kind van mij vinden dat ik moet geven om te zorgen dat jij dat makkelijker kunt? Daarin heldere verwachtingen. Dat zorgt voor dat die deprivatie, waar ik daar straks over had, sociale deprivatie, kan alleen verdwijnen door verwachtingen helder te maken, door te zien waar is de wereld voor, waar is school voor, waar is deze, le deze les voor, wat doe ik ermee, waarom zou ik mijn sportcoach volgen die een raar soort sportoefeningen heeft? En ik vind dat niet leuk. Waarom doet hij dat eigenlijk? Waar kan ik daar baat bij hebben? Dus kennis en inzicht leidt tot controle en uiteindelijk wij kijken naar de gebruiksaanwijzing van de tiener. Maar als we hem of haar leren om de eigen gebruiksaanwijzing te leren, dan neemt hij het over. En dat is zelfregulatie. Die zelfregulatie zorgt, is essentieel voor de autonomie. De zelfstandigheid die ieder kind, ieder kind zou moeten hebben op zijn 22, 3, 4, 25. Om zelfstandig losgelaten te kunnen worden in de wereld. En daarvoor kun je vaker dan nu de peergroep gebruiken. Want door de feedback die ze elkaar geven, die vaak. Nogal krachtig is, zeg maar. Dat is ook een heel belangrijke rol, speelt dat in de ontwikkeling van je tiener. Daarmee voeden van het brein, heb ik een paar keer gezegd, ontwikkelde netwerken, zie dus je rechtsonder, leer denken. Taal en denken hangen met elkaar samen. Denken is op een hoger niveau. Taalgebruik, complexe taal, abstracte taal, leert ons waar dat allemaal voor is. Dus leren verwoorden. En dat helpt met het inschatten van de. Bedoelingen. Zorg dat zelfinzicht ondersteund wordt, dat empathie komt, dat inzicht in anderen en andere culturen. Geschiedenis belangrijk, maatschappijleer belangrijk. Burgerschapkunde is niet iets wat even bijgehaald wordt. Nee, het is een kern van al die zaken die nodig zijn om de wereld te kunnen begrijpen, en die nodig is op je 25 e jaar. Dit is een voorbeeld van teksten die we of een aanpak die we heel vaak hebben gebruikt op school, die heel goed werkt. Denkstimulerende plaat of teksten. Dus gewoon, dit is een plaatje uit de kant. Nou, Vragen als, wat zie je? Wat betekent het? Waar speelt ze af? Jeugdige leerlingen met elkaar daarover laten praten. Wat is er eerder gebeurd? Denken. Wat gebeurt er straks? Hoe noem je het? En wat vind je ervan? Opinie. Dus zo kun je heel veel uit de samenleving gaan met platen. Mooi in deze periode, in zo'n tijd, dat we met TikTok en andere visuals, een visuele samenleving, dat. Appelleert aan iets wat daar binnen zit. En die platen die zorgen ervoor dat er hersennetwerken gestimuleerd worden, waar taal aan gekoppeld wordt, waar normen en waarden aan gekoppeld worden. Nou, zo kun je heel veel voorbeelden hebben. Ik heb hier een aantal het plaatje linksonder. Ah, dat doet mijn moeder ook. Uh, oh ja. Um, rechts al die plaatjes, die roepen iets op. Die zorgen ervoor dat je met elkaar kunt spreken. En wat er in het midden staat, dat zijn natuurlijk de zaken die we op school altijd al doen. Leren analyseren, leren vergelijken, in een context plaatsen, oordelen, argumenteren, redeneren. Dat is wat leerlingen, wat tieners verschrikkelijk graag doen, waar ze weinig ervaring mee hebben. En dat kunnen we dus stimuleren op deze manier. Leren verwoorden en attent maken op diversiteit. Dat is weer het kernwoord nieuwsgierigheid. Dus de vijfde samenvatting hierover, stimuleren van het redeneren en handelen. Dus een beeldvorm, een mentale voorstelling, is niet auditief met tekst alleen, maar juist het visuele beeld. Combineer van tekst, opgeschreven tekst, met visuele beelden. Dat zorgt ervoor dat kennis op meerdere plekken in het brein verankerd wordt. In de interactie, dus veel spreken, zorg dat er open vragen zijn. Vermijd een verhoor. Hoe was dit? Hoe was dat? Hoe ging zo en zo? Dan zet je je leerling, je kind, in een afhankelijke positie. Ga meer het gesprek aan. Laat hem zich opinies vormen. Een plan maken voor hoe jij als 15-jarige de wereld zou aanpakken. Handelen, ondernemen, maatschappelijk engagement. De platen die ik net noemde zijn daar een voorbeeld van. En daarmee ook stimuleren van de ontwikkeling van autonomie. Maar rekening houden met die 16-jarige die nu nog niet autonoom kan, kan zijn. Een paar procent jeugdigen daar gelaten. De meesten kunnen dat pas na hun twintigste. Slotopmerking zijn er twee. De eerste plaats, een metafoor weer, open de deuren en vensters in de geest. Daarmee zorg je ervoor dat die nieuwsgierigheid gesimuleerd wordt. Met alle mogelijke manieren. Taal, beelden, beleving. De hele mens, de hele, je hele tiener die zich daarmee. Ja, Betrokken maakt. Waarom deze, dat, hoe hebben ze het gemaakt en wat betekent het eigenlijk? Sociale media, waarom doe ik dit? Weer opinies in woorden kunnen gieten. Niet strijdig met school, maar juist een inherent onderdeel van school. En dat brengt me dan tot mijn laatste samenvattende slide, waar onderwijs voor is. Onderwijs is natuurlijk om kennis over te dragen. Dat was zo, dat is nu zo en in de toekomst blijft dat zo. Maar ook of juist om ervaringen te laten opdoen en om voor te bereiden op dat proces van zelfstandig worden. Die autonomie die je na je twintigste krijgt, maar die je nu niet op je veertiende of zestiende kunt, kunt hebben. Dat betekent regie thuis, regie op school bij de leraar. En de leerling, de tiener, die mag een stuk assistent invullen. Maar omdat cognitie, sociaal gedrag, emotie, bewegen verweven zijn. En verbonden door de hersenrijping, kan het onderwijs en moet het onderwijs zorgen voor een brede vorming, waarbij alle vier de dimensies worden gestimuleerd. En dus gaat onderwijs over cognitieve ontwikkeling, schoolswerk, ja, maar ook over persoonlijke groei, over identiteitsontwikkeling en over ontplooiing. Dat is waar ik het nu bij wil laten. Ik dank u zeer voor de aandacht. En nadere informatie, zoals ik er straks zei, die kan gevonden worden in de boeken die. In 2020 leer ik het kennen en in 2016 de tienerbrein zijn gepubliceerd. Dank u wel voor de aandacht.